Verboden. Je mag niet wijzigen. Je mag in Iran, mag je christen zijn. Mag. Je mag zelfs jood zijn in Iran. Maar als je afvalt van je religie en je gaat naar een andere religie, dat mag niet. Dus je mag maar één ding zijn. Humanistisch Verbond Almelo die heeft mij gevraagd om hier vandaag met hen te spreken over internationale vrijheid. Dus de vrijheid van religie, maar ook de vrijheid om niet religieus te zijn. En daar hebben we vandaag een gesprek over. En daar heb ik mijn eigen ervaringen, want ik ben veel in het buitenland geweest, over gedeeld. En daar gaan we het vandaag over hebben. Religie is niet zo zwart-wit als het lijkt. Hè? Mensen kunnen zichzelf christen noemen, maar nooit naar de kerk gaan. Of niet zich aantrekken van wat de dominee zegt. Je kan atheïst zijn en toch het hartstikke leuk vinden om met kerst naar de kerk te gaan. Je kan je moslim noemen, maar dan bij een bepaalde club moslims horen. Van heel vrijzinnig tot heel orthodox. Dus dat is heel divers. Dus je kan wel zeggen dat in Nederland heel veel mensen niet meer echt vast verbonden zijn aan een kerk. Je ziet dat meer dan de helft van de Nederlanders gewoon niet naar de kerk gaat. Niet eens zich meer religieus noemt, zichzelf zelfs atheïst of misschien wel humanist noemt. En ook mensen die nog wel religieus zijn, gaan ook heel weinig meer naar de kerk. Nou, dat is wel vrij uniek, want in heel veel andere delen van de wereld is dat nog wel in een andere verhouding. Heel veel mensen die zich nog wel religieus noemen. Maar je ziet eigenlijk wel dat er een overeenkomst is. Dat ook in heel veel delen van de wereld mensen eigenlijk niet meer heel actief met hun religie bezig zijn. We denken dat soms wel, omdat we zien dat er soms hele radicale groepen zijn die zich heel erg manifesteren, soms ook gewelddadig. En dat zie je bijna eigenlijk bij elke religie wel, in de islam. Maar je ziet ook dat boeddhisten onaardig zijn aan moslims. En je ziet dat hindoes onaardig zijn aan moslims en omgekeerd. En je ziet soms hele radicale christenen, soms in Afrika. Dus wat dat betreft zie je bij dat elke gedachte, elke religie heeft wel zo'n zijtak die heel uitgesproken is, die veel in het nieuws zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die erachter zit er ook zo over denkt. Die zijn soms niet eens meer echt verbonden met zo'n kerk. Dus je ziet dat de grootste groep in de wereld christelijk is, grosso modo, maar dan met alle varianten. Daarna de grootste groep, de islam, maar ook heel veel in verschillende varianten. En de derde groep in de wereld zijn eigenlijk mensen die niet echt meer aangesloten zijn bij één of meerdere godsdiensten. En daarin zie je dat eigenlijk wereldwijd die ontwikkeling gewoon doorgaat. Je mag natuurlijk best een mening hebben dat iemand anders ongelijk heeft in zijn religie. Dat mag. En net zoals dat ik ook misschien met u niet eens ben over bepaalde politieke onderwerpen. Dat mag gewoon in een vrije samenleving. Maar als je vervolgens iemand anders weerhoudt om te doen en te vinden wat hij zegt, ja, dan hebben we wel een probleem. Hè, als ik anders denk dan u, dan kan dat. Dan mogen we zelfs van elkaar zeggen, nou, ik vind dat jij maar een rare gedachten hebt. Dat mag. Mag je ook vinden. Maar als ik dan ga verhinderen dat u niet mag zeggen wat u wil, ja, dat is natuurlijk niet goed. Dus ik denk dat de verhouding is. Je mag best iemand anders ongelovig noemen, maar dan heb je toch te respecteren dat iemand anders is dan jezelf.